Welkom vandaag bij deze mini-lezing over facelifts en makeovers, restauraties in het Mauritshuis. Mijn naam is Wendy Vossen, ik ben kunsthistorica en vanuit mijn werk kom ik natuurlijk regelmatig in een museum. En ik verbaas me er toch ook vaak wel over de kwaliteit van de schilderijen. Dan kijk ik en dan denk ik van nou, het is alsof het gisteren gemaakt is. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat dat een schilderij, hè, dit is gemaakt in 1663, dus dat is 400 jaar geleden. Hoe kan het dat het er nog zo vers en fris uitziet alsof het net het atelier van de schilder heeft verlaten? Nou, dat kan dankzij deze dames. Die zijn al meer dan 25 jaar bezig in het Mauritshuis en zij hebben zo'n beetje de hele collectie al wel door hun vingers gehad. In ieder geval de belangrijke schilderijen. En zij zijn ook, dit zijn echte professionals. Zij speuren, zij onderzoeken. Zij kunnen niet alleen zelf heel goed schilderen, maar ze zijn ook echt pure wetenschappers. Dus ik heb altijd groot ontzag voor deze drie dames die dus in het atelier onze collectie onderhouden en onderzoeken. We hebben het dan over schilderijen en wanneer je het over schilderijen hebt, dan kun je het hebben over schilderijen op doek of op paneel of op koper. Allemaal verschillende media. Vroeger schilderden ze vooral op muren, dan hebben we het over fresco's. Dit kennen jullie misschien wel, want we zijn ook met de bibliotheek mooi op de Binkhorst geweest, naar de graffiti gaan kijken. Maar over het algemeen is het, zeg, tot 1700 dat we dus op paneel schilderen. En de collectie van het Mauritshuis is ongeveer 50-50. 50% paneel, 50% op het andere populaire medium doek. Hier zie je de achterkant van een schilderij. En op het linkerplaatje zie je de opbouw eigenlijk van zo'n paneel. Dus we beginnen met een gewoon stuk hout, vaak eikenhout, afkomstig uit de Baltische Staten over het algemeen. Daar wordt dan een gronderingslaag overheen aangebracht. En vervolgens een tekening, een voortekening. Dan wordt er geschilderd en als laatste komt er dan een vernislaag overheen. Nou, die andere drager, zoals dat wordt genoemd, de andere ondergrond, dat is doek. En doek kun je, daar kun je natuurlijk prima op schilderen. Ook daar moet je zo'n gronderingslaag overheen doen. Maar wat je ziet is dat wanneer een schilder dus gaat schilderen, dan zal die dat doek eerst spannen op een spanraam. En dat spant hij dan vast met het touw, waardoor je van die boogjes krijgt. En dat noemen we spanguirlandes. En dat is later in het verhaal, moet je even onthouden, want dat is later in het verhaal heel belangrijk. En wanneer het doek dan eenmaal beschilderd is en klaar, dan wordt het dus over een ander frame heen getimmerd, gespijkerd. Dan wordt dat touw losgelaten en dan wordt het zo over een rand heen gespannen. Zoals ik al zei, doek en paneel zijn de belangrijkste dragers. Maar er is ook nog een ander medium waar je heel goed op kan schilderen. En dat is koper. Dat is misschien niet de meest voor de hand liggende drager. Maar die is wel ook populair geweest. En hier zie je, en dit is een beetje een belabberde foto, maar die heb ik genomen op de tentoonstelling die er net geweest is. En dan zie je dus de verschillende lagen van bewerking. Hè, dit is het onbewerkte koper. Dit wordt dan een beetje gepoetst en wat opgewreven. Zo'n gronderingslaag met zo'n tekening. En dan vervolgens het feitelijke schilderij en ook weer de vernislaag die er dan overheen gaat. Nou, en zo'n koperschilderij ziet er dan zo uit. Ik kan het eerlijk gezegd met het blote oog niet onderscheiden of het op doek geschilderd is of op koper. Het is echt waanzinnig knap gedaan. Het is ook best wel een groot schilderij. En van dit schilderij, daarvan ik gebruik het woord schilderij steeds, maar dat kan dus een paneel, een doek of een koperplaat zijn. Maar hiervan dachten we van nou, die moet eerst nog wel even opgeknapt worden. Want bij koper is het zo dat je soms, wat we dan technisch noemen, dat heb ik ook allemaal geleerd hoor, dat wist ik ook niet, verfschollen. En dat is eigenlijk, je kunt je voorstellen dat koper op een gegeven moment wat, een soort van emaille, dat het gaat loskomen en dat, van, dat die verf dus eigenlijk zo opkrult. En die moeten dus allemaal, moet dat vastgezet worden. En dat is werkelijk millimeterwerk. Dus de dames die we net zagen op de foto, die zitten echt dagenlang, gelukkig niet achter elkaar, zitten zij dus dat vast te plakken. Want in dit geval was er ook nog een hele gele vernislaag overheen. En dat moest dus eerst, moest die vernislaag eraf gehaald worden. Maar je wil niet dat meteen al die verfschubbetjes dan ook loskomen. Dus er moest heel veel aan gedaan worden.
worden. Maar uiteindelijk wat je dan krijgt is natuurlijk een fantastisch mooie schilderij. Wat echt er heel fraai weer uitziet. Alsof het inderdaad ook net uit het atelier is gekomen. Nou, wat heb je nou nodig om te restaureren? Dit zijn vooral de, ja, toch wat ouderwetse, standaard dingen, zal ik maar zeggen. En dan heb ik het helemaal niet over allerlei ingewikkelde technieken. Ik ken alleen infrarood en dendrochronologisch onderzoek. Dat gaat meer over hout. En dat infrarood, dat is een soort van röntgenstralen. Maar er zijn allerlei ingewikkelde technieken. En die technieken die worden steeds beter. Dus zoals ik al zei, deze dames moeten ook daarvan heel veel kennis hebben. Willen ze dus die restauraties uitvoeren. Nou, ik heb even een lijstje gemaakt van wat er hier allemaal te zien is. Wat je nodig hebt om te restaureren. En wanneer je dan zo'n schilderij wilt restaureren, dan begin je natuurlijk eerst met het verwijderen van het oppervlaktevuil. Wij hadden net, toen wij de opname startten, dit scherm was heel erg vies. Dus dat hebben we eerst even schoongemaakt, voordat je het ook kunt gebruiken. Nou, zo ook bij een restauratie ga je eerst dat oppervlaktevuil verwijderen. Dan ga je de oude vernis eraf halen. Dat is ook niet altijd even makkelijk. Dat levert ook altijd meteen alweer problemen op. Dan zijn er vaak ook oude retouches, overschilderingen. Dus tijdens eerdere restauraties heeft men iets geschilderd en daar is weer een vernislaag overheen gegaan. En die is ook alweer vuil geworden. Dus eerst het vuil, dan de vernis, dan de oude overschilderingen. En wat wij dan doen, en dat is praktijk eigenlijk in de hedendaagse restauratiepraktijk, is dat er altijd voordat er überhaupt iets gaat gebeuren op dat schilderij, is dat er een tussenvernislaag wordt aangebracht. Dus dat schilderij is helemaal kaal van alle rotzooi die er later op geplakt is. Dat is weggehaald, daar gaat een tussenvernislaag overheen en dan ga je weer retoucheren. Dus dan ga je weer de plekken die leeg zijn, die ga je dan weer opvullen en op, eigenlijk ja, weer inschilderen en dan gaat dan de vernislaag overheen en het doel daarvan is, die tussenvernislaag, dat wanneer er over 20, 30, 40, 100 jaar betere technieken zijn, dat de restauratie die wij nu hebben gedaan weggehaald kunnen worden. Reversibel noemen we dat. Nou, en dan wordt er natuurlijk ook, dus die slotvernis die zorgt ervoor dat het ook weer allemaal netjes eruit gaat zien. Nou, en alles wordt gedocumenteerd. Dus vroeger was het zo van, nou oké, er wordt even een rapportje geschreven en dan heb ik het over zeg 100 jaar geleden. Maar nu wordt alles vastgelegd met foto's en scans en weet ik veel wat. Dus dat is echt altijd een heel dik boekwerk. Nou, nadat ik dit allemaal heb uitgelegd en jullie weten hoe dat dan in zijn werk gaat, wil ik jullie meenemen naar een aantal schilderijen waar dus die restauraties, waar die restauratoren mee aan de gang zijn geweest. We hebben net stiekem alvast even wat voorbeelden gezien. Maar ik wilde beginnen met dat paneel wat we net aan de achterkant zagen. Dat zien we hier aan de voorkant. Een werk van Jan Steen. Dit is in de gerestaureerde staat, dus dat ziet er weer spik en span uit. Waanzinnige details die Jan Steen hier schildert. Je ziet hier een stukje van de rok en die porselein of Delsblauwe kan. In ieder geval een kan met blauw-wit patroon. En we zien hier ook die prachtige stofuitdrukking. Dat, kijk, nu is het een tv en ik heb net de tv schoongemaakt, dus ik mag er nu weer aankomen. Maar op een schilderij mag je er natuurlijk niet aankomen. Maar dan zie je dat het ontzettend fraai geschilderd is. Dat je heel erg de neiging krijgt om te voelen van hoe ziet dat er dan uit. En ook dat Oosterse tapijt wat hier ligt, dat wil je ook heel graag voelen. Nou, dit is allemaal weer mooi te zien, omdat het schilderij schoongemaakt is en gerestaureerd is. Maar tijdens die restauratie, hier zie je dat alles eraf gehaald is. Dus op zich zitten hier geen beschadigingen of nauwelijks beschadigingen. Het ziet er eigenlijk nog best goed uit. Maar dit is een naakt schilderij, om het maar even zo te noemen, waar dus alle vernislagen en zo af zijn gehaald. En toen kwam Sabrina, die deze restauratie heeft uitgevoerd, die kwam aan deze kant nog blauwe en groene tinten tegen, waarvan ze dacht van, nou, hoe zit dat nou? Ik kan dat helemaal niet thuisbrengen. En toen werd er een röntgenfoto van gemaakt. En toen dacht ze, als ik dat ding nou een kwartslag draai, daar moet je dan een nachtje over slapen, dan kunnen we misschien wat zien. En wellicht dat jullie al iets zien wat er dan onder zat. En ik heb het even meegenomen.
Want als je goed kijkt, zit er hier dus iets van een huis met een boom. Waardoor er hier dan wat bladeren te zien waren, maar ook blauwe lucht hier. En hier ook weer bladeren. Dit is een soort van pergola. En dan ga ik hem wel even terughalen. En dan zie je hier ineens die boom en dat huis. En je ziet hier die staak van die pergola. En dit kun je dan wat minder goed zien. Maar dit gedeelte is heel duidelijk te zien. Dus dankzij het onderzoek weten we dus dat Jan Steen eerst een totaal ander schilderij in gedachten had. Sterker nog, een horizontaal georiënteerd schilderij in plaats van een verticaal schilderij met een doktersbezoek. Dus dat is wel, dat zie je alleen als je er dus onder kruipt. Hè, door al die technische dingen kun je dus onder die schilderijen kruipen, onder die afbeelding. Nou, en soms is het zo, en dat is de begindia, de startdia van de presentatie geweest, dan is het gewoon in ontzettend slechte staat wanneer je dat allemaal weghaalt. En je ziet hier dat dit is beschadigd, dit is gebroken. Hier aan deze kant blijkt dan een plank te zijn aangezet, omdat dit gedeelte dan verloren is gegaan om de een of andere reden. En dit was best een ingewikkelde restauratie. Van, ja, wat gaan we doen ook? Dat is natuurlijk ook een vraag, een esthetisch vraagstuk. Gaan we dit dan aanpassen, want daar heeft hier gewoon een schouder gezeten. Wat gaan we daar dan mee doen? En ja, die plank die is dus, dit stuk is dus aangezet, omdat dit aangevreten was door houtworm. En dit is één paneel. Best een brede plank dus. Alhoewel je zou denken van, kijk, dit zijn twee panelen geweest. Maar een schilder zou nooit een paneel op deze manier gebruiken, zodat dan de naad over dat gezicht heen loopt. Want die naad die gaat altijd een beetje werken, dus dat zouden ze nooit over het gezicht doen. Dit is, zoals je ziet, Willem de Eerste, Willem van Oranje, de Willem de Zwijger, zoals dat we hem kennen. En we denken dat deze barst hier, want het is een barst, dat die misschien wel komt omdat tijdens schermutselingen, Willem van Oranje was natuurlijk ook niet dat was de vader des vaderlands. En dit was je moet het eigenlijk zien als een statieportret, dus daar zijn er ook meerdere van gemaakt. En we vermoeden dat dit gewoon een keertje op de grond gegooid is, bewust. Tijdens een ruzie of tijdens een oorlog of wat dan ook, dat daardoor die barst is opgetreden. Nou, en de grootste uitdaging was dus, dit kon allemaal wel gefixt worden, maar de grootste uitdaging zat hem in deze partij, in die schouderpartij. Wat gaan we daarmee doen? Nou, zoals ik al zei, is dit een soort van statieportret. Er zijn er dus meerdere van gemaakt. En dat is heel fijn. Moet je natuurlijk als restaurator ook naar op zoek gaan. Van, goh, hè, nou in dit geval was het dan wel bekend dat er meerdere waren van meneer Keij, de schilder. En er bevindt zich dus deze in het museum in Spanje. Dat is de enige die gedateerd is. En er is er ook bijvoorbeeld eentje in het Rijksmuseum. Er zijn er nog meer. En we vermoeden dat de versie die wij dus hebben in het Mauritshuis, dat de oorspronkelijke versie is. Maar doordat we deze andere versies hadden, hebben we dus ook beeld van hoe ziet nou die mouw eruit. En met name die dus in het Rijksmuseum, die ziet er echt precies zo uit als die van ons met zo'nzelfde patroontje. Maar goed, dan heb je dus een ontbrekend deel. Wat ga je daar dan mee doen? Moeten we dat dan gaan fixen, ja of nee? En Carol is degene die deze restauratie heeft uitgevoerd. Ja, die is eigenlijk gewoon op de stoel van Keij gaan zitten. En ze zegt, ja, dat is toch best wel raar, want ik zit nu gewoon een schilderij te vervalsen. Zo zou je het kunnen zien. En wat zij dus heeft gedaan, is dat ze dus kijkend naar die vorige versies, die andere versies, heeft ze dus die hele schouderpartij, zoals dat je hier ziet, die dus ontbrak hier, heeft zij dus weer teruggeschilderd. Maar dat zit op een losse plank, dus dat zou je er nog eventueel weer af kunnen halen. Maar dit is ook weer reversibel gebeurd. Dus dat kun je weer terughalen. Dus op het moment dat voor latere generaties men het daar niet meer mee eens is, kan het dus weer teruggehaald worden. Maar ja, wat moet je nou met zo'n lelijke plank? Dus ik denk dat dit een prima oplossing is, want daardoor is het schilderij weer heel fraai hersteld. En je ziet ook dat er niks meer te zien is van die lelijke scheur die er overheen zat. Dus eigenlijk is dit is misschien wel de beste make-over van de meeste restauraties die ze hebben gedaan. Het is echt wel heel fraai gedaan. Nou, het schilderij van Rembrandt, Susanna en de ouderlingen
is ook een schilderij waar we heel veel hebben geleerd door het onderzoek wat we hebben uitgevoerd. Even voor degenen die het verhaal niet kennen, het is een Bijbels verhaal. Susanna die heeft de gewoonte om een bad te nemen in de soort van vijver, zwembad bij haar in huis. En zij wordt bespied door ouderlingen. En dat is dus een Bijbels verhaal. En het verhaal gaat dan dat die ouderlingen, die doen haar allerlei oneerbare... Dit is een MeToo verhaal. Die doen haar allerlei oneerbare voorstellen. Zij weigert, want ze is gewoon gelukkig getrouwd. En überhaupt, zij weigert. Ze heeft geen zin of ze nou getrouwd is of niet. Zij wil niet. En wat zij dan doen, die ouderlingen, want ik zit te wijzen hiernaar, omdat die ouderlingen hier te zien zijn. Hè? Hier zie je er één, daar. En dit is de tweede. Je ziet eigenlijk alleen nog maar een veer van een soort van tulbandachtig iets. Want dat verdwijnt, zijn gezicht verdwijnt achter de bladeren. En zij gaan allerlei verhalen over haar verzinnen. Van ja, die Susanna die gaat met iedereen vreemd en bla 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 bla. Waardoor zij dus voor het gerecht wordt gedaagd. En ze wordt bijna ter dood veroordeeld. Maar dan is er goddelijk ingrijpen. En zullen deze twee mannen in haar plaats ter dood worden veroordeeld. Nou, dus dat is het verhaal. Maar wat je ziet is dat zij dus schrikt. En dat heeft Rembrandt natuurlijk fantastisch mooi gedaan. Zij schrikt van die mannen die daar een beetje als voyeurs kijken. Terwijl zij denkt dat ze gewoon alleen is en dat zij gewoon in alle rust kan baden en zich kan uitkleden. Maar anderzijds zijn wij ook voyeurs. Want ze kijkt naar ons. Ze kijkt niet om naar hen. Nee, ze kijkt naar ons. Wij gluren nu ook eigenlijk. Rembrandt duwt ons ook in die positie van gluurders. Nou, en wanneer ik dan, het schilderij hangt gewoon in de vaste collectie. Wanneer ik dan een rondleiding doe, dan vraag ik altijd aan de mensen van, wat denken jullie? Is het ochtend of is het avond? Nou, hebben we ook toevallig onze collega's van de bibliotheek in de zaal zitten. Wat denken jullie? Is het ochtend of is het avond? Kijk eens goed naar deze Susanna. Ik denk avond. Jij denkt avond. Ja, en waarom denk je avond? Een gevoel. Ik heb geen goede reden. Nee, maar je hebt wel gelijk. Maar dat kun je zien. Ja, door de lichtinval. Nou, de lichtinval, dat zou kunnen. Maar en even voor de vrouwelijke kijkers, die weten precies wat ik bedoel. Wanneer je de hele dag je pantykousjes aan hebt gehad. Wanneer je die uitdoet. Oh ja, inderdaad zeg. Nou, niet zo ver had ik niet. Nee. Ja, maar dat is er wel. Dus Rembrandt die laat zien door die inkeping in haar been dat zij dus de hele dag haar kousen heeft gedragen en dat het dus aan het einde van de dag is. Want aan het begin van de dag zou je dit niet zien. Dus dat is heel fraai. Nou ja, en voor de rest natuurlijk super dat dit is gewoon een vrouw. Hè? Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik ook al die dingetjes zitten hier. En dat is, het is niet geïdealiseerd zoals dat andere schilders dat deden. Rembrandt is altijd what you see is what you get. Bij dit stuk hier, en dan neem ik even deze erbij, kun je zien dat er hier ook een lijn doorloopt. En die loopt ook door, als we dan nog even teruggaan naar het hele schilderij. Hier zie je de signatuur staan en er loopt hier een lijn door. En dat is ook weer zo'n plank die daar aangezet is, waardoor dus ook de signatuur van Rembrandt doorgesneden is als het ware. Maar die plank die is er dus aangezet met dit deel van het gezicht, omdat er dus ook weer sprake was van houtworm. Dus dat is al eerder gedaan. Maar er is nog iets wat werd ontdekt en dat zit hem in de vorm. Nou zie je hier die aangezette plank in het donker, ook bij het infrarood. Maar je ziet ook dat aan de bovenkant dat de hoeken dus zwarter zijn. En het is dus als het ware zo rond bedoeld. Rembrandt die heeft dus die hoeken niet geschilderd. Nou en wat dat ons leert is dat, de lijst die hier omheen zou hebben gezeten en die wij er dus nu weer omheen hebben gedaan, dat het de bedoeling was dat het ook die ronding liet zien. En dan krijg je dus deze lijst, waardoor dit een sleutelgat effect krijgt. Alsof wij dus als voyeurs zo door dat sleutelgat heen kijken naar Susanna. He, door de poort van de tuin kijken wij door het sleutelgat naar binnen. En dat heeft hij ook zo bedoeld. Kunnen we dan afleiden uit die afgeronde hoeken. Dus vandaar, dat zouden we dus niet geweten hebben, als we dat onderzoek niet hebben gedaan, hadden we niet geweten dat we een dergelijke lijst hadden moeten gebruiken. En dat hebben we dus nu ook gedaan. Dus daarom ziet hij er weer uit zoals dat hij eruit
zoals dat Rembrandt het bedoeld heeft. Vermeer is ook natuurlijk een belangrijke schilder uit onze collectie. Hè. We zeggen altijd Jan Steen, Rembrandt en Vermeer. Dat zijn onze topstukken, topschilders. En dit schilderij, dit heeft Vermeer gemaakt eigenlijk helemaal aan het begin van zijn carrière. Eigenlijk nou ja, misschien wel een van de eerste schilderijen die hij maakte. En hij kiest dan voor een groot thema, een mythologisch thema. Dat valt onder de historiestukken. Dat werd ook op dat moment gezien als de belangrijkste schilderijen. Terwijl we Vermeer natuurlijk daarna kennen van het melkmeisje type. Vrouwen in een ruimte met zo'n raam aan de linkerkant. En dit is dus eigenlijk een atypische Vermeer. Om het zo te noemen. Het is een mythologisch thema. We hebben hier Diana, de godin van de jacht, maar tevens ook maangodin. Vandaar dat ze dat maantje hier op haar hoofd heeft. En haar voeten worden gewassen. Dat heeft verder niks religieus te maken, maar zij zit hier met haar nimfen omheen. Normaal, zeg in de tijd hiervoor, en heel, eigenlijk gebruikelijk was, dat wanneer je Diana en haar nimfen als thema koos, dat was een mooie aanleiding om allemaal bloot de vrouwen te schilderen. Maar dat heeft Vermeer dus niet gedaan. Hij heeft gewoon ze allemaal gekleed weergegeven. Nou is dus ook hier wat mee gebeurd. Dit is de gerestaureerde staat zoals dat je hem ziet. Maar hij heeft een hele lange tijd een blauwe lucht gehad. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat dit schilderij dus in de loop der tijd beschadigd is. We vermoeden dat er waterschade heeft opgetreden en dat dus in later tijd die blauwe lucht is geschilderd, omdat men dacht dat die lucht blauw zou zijn geweest. Maar dit is zoals dat hij er nu uitziet, omdat we uit onderzoek weer weten dat die lucht donker moet zijn geweest en niet licht. En we kunnen het blauw wat hier gebruikt is Pruisisch blauw. Dat bestond niet in de tijd van Vermeer. Dat konden ze toen nog helemaal niet maken. Dus dit is een latere toevoeging. Dus aan de samenstelling van de verf kun je dus ook al heel veel afleiden. Dus die restauratoren moeten ook nog eens een keer chemici zijn. Want ze moeten weten hoe die verf samengesteld is. En dat zijn ook weer super ingewikkelde zaken. Maar dat was nog niet het enige wat ze achterhaalden bij dit werk van Vermeer. Ik vertelde jullie dus strakjes over de spanguirlandes. En dit is een beetje een blabberde foto, omdat ik die uit een boek heb gescand. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat hier bij de twee werken, de eerder gerestaureerde versie en de huidige versie, dat er hier dus iets aan zit. En wat wil nou het geval op het moment dat we dit doek, want dit is dus een doek, dat we dit doek nader gingen bekijken, bleek dus aan deze kant in ieder geval die spanguirlandes er niet meer te zijn. En zoals ik net vertelde, als je eenmaal geschilderd hebt, dan span je dat doek zo om een frame en dan zie je altijd die spanguirlandes zien. Maar wanneer die spanguirlandes er niet zijn, dat betekent dat er gewoon een stuk is afgeknipt. En dat is wat er gebeurt. Je ziet dat zij hier, deze vrouw hier, die is afgesneden. Dus er is een stuk van zeg 12 centimeter, is er kwijtgeraakt. Waarschijnlijk ook als gevolg van die waterschade die het schilderij heeft opgelopen. Nou, dus dat zijn allemaal zaken die dus dankzij dat onderzoek worden ontdekt. Natuurlijk hebben we het meest bekende schilderij van Vermeer. Dat is het meisje met de parel. En dat is een schilderij wat natuurlijk door iedereen wordt gezien. Dus dat is uit en te na ook onderzocht. Als je daar nog meer over wil, want ik ga nu maar een paar dingen vertellen. Maar als je op de website kijkt van het Mauritshuis dichter bij Vermeer en het meisje, dan kun je daar nog veel meer informatie over vinden wat ze nu hebben gedaan. Hier zie je dat er een röntgenopname is gemaakt van het meisje. Dus daar zie je ook allerlei van die zwarte vlekjes zitten van beschadigingen. En daar worden dus allerlei, met name bij zo'n schilderij, dan wordt
iedereen in de restauratiewereld zo'n beetje opgetrommeld. Alle mensen die ertoe doen, die gaan hier, zoals ze zeggen, een plasje over doen. Omdat ze daar mening over hebben en meekijken. En we waren eigenlijk al wel langer op de hoogte van het feit dat hier een groene achtergrond was geschilderd. Maar wat ook weer toch recentelijk boven water gekomen is, is dat dit gedeelte hier, dat is dus groen, maar daar heeft dus een gordijn gezeten. Je ziet hier die band van het gordijn. En dat zie je hier ook de vouwen van zo'n... als je een gordijn hebt en dan doe je dan zo'n band omheen en dan kun je zo'n gordijn mooi draperen. Nou, en dat zie je dus wat er hier gebeurt. Dit is die band die dat gordijn zo ophoudt. En dat gordijn dat is ooit groen geweest. En dat zie je hier ook met het blote oog als je er heel dichtbij zou staan. Dat mag natuurlijk niet, maar... we hebben ook trouwens een andere fantastische app op de website staan waar je echt super close kan inzoomen, ook op het meisje. Dus dat kun je ook zelf thuis doen. En je ziet dus dat hier dat gordijn heeft gezeten. En dan moeten we denken aan een gordijn zoals dat, het groene, wat we ook hier zien bij dit werk van Vermeer. En dit werk, dat hebben wij niet gerestaureerd, maar dat heb je misschien in het nieuws meegekregen vorig jaar zo'n beetje. Want dit is in Dresden, in Duitsland, gerestaureerd. En zo zag het eruit, met een lege muur. Nou, als er iets is wat je hier, wat dus never nooit zou gebeuren bij zo iemand zoals Vermeer of Jan Steen, is dat ze gewoon zo'n lege muur hebben. Er is altijd wel een schilderij of een landkaart te zien in die werken. En zo ook bij Vermeer. Daar was gewoon een werk van een Cupido te vinden. En die Cupido die hebben ze dus weer boven tafel gebracht door onder de lagen te gaan kijken. En dat is natuurlijk wel het leuke van al die restauraties. Nou, en wat ook leuk is, dat kun je ook met deze detail of die röntgenfoto zien. En dat kun je niet met het blote oog zien, ook niet als je er echt heel dichtbij staat. Maar hier zie je dus linksboven dat er staat JVM en dan Eer. Dus Johannes Vermeer. En dat is wat je dus hier ziet. Ik heb het even uitvergroot, dan kun je het beter zien. Overigens, toen dit schilderij min of meer boven water kwam, toen dacht men dat we te maken hadden met, een schilderij van iemand anders. Maar goed, dit is wel heel duidelijk zichtbaar geworden onder door het onderzoek. Nee, sorry, ik haal dingen door elkaar. Even, dat moet je even schrappen. Hier zien we Vermeer. Ik haal even Diana en haar nimfen door elkaar. Die was eerst toegeschreven aan Nicolaas Maas, een andere schilder, leerling van Rembrandt. Maar dit schilderij is wel eigenlijk nu het icoon van het Mauritshuis geworden. Dus vandaar dat daar ook heel veel onderzoek naar gedaan wordt. En zoals ik al zei, je kunt daar meer over vinden op de website van het Mauritshuis. Nou, tot slot een toch ook wel groot project wat we gedaan hebben. Dit zijn de gerestaureerde versies van portretten gemaakt door Frans Hals, van Jacob Olikan en Aletta Hanemans. Waanzinnig fraaie stukken. Zij zijn beroemde, of tenminste belangrijke, rijke personen geweest in Haarlem. Hals die heeft zo'n beetje de hele familie Olikan geschilderd. Ik heb hem even dichterbij gehaald. En Frans Hals is natuurlijk ook bekend vanwege die hele losse, makkelijke manier van schilderen. Alsof hij zzzz doet en dan zit het erop. Vincent van Gogh was enorm geïnspireerd ook door de vele tinten zwart die hier te zien zijn. En dat kun je ook weer heel mooi zien nu dat het gerestaureerd is. Prachtige kleding draagt hij met prachtige mouwen en zo'n rijjas over zijn schouder gedrapeerd. Dus echt een hele voorname man met dus zijn leeftijd. Hij is hier 29. En zijn vrouw, want dit is een huwelijksportret. Zij draagt hier huwelijkshandschoenen. Je ziet ook haar trouwring zitten die ze destijds daar droegen. En ook haar leeftijd is te zien. Zij is 19. Dus 10 jaar verschil is op zich nog niet eens zo heel veel. Ook, er zijn ook andere voorbeelden van Rubens. Die trouwt op een gegeven moment met een meisje. Hij is dan zelf in begin 50 en die trouwt met een meisje van 16. Dus dat kan ook allemaal. Dat zou vandaag de dag niet zo snel meer gebeuren. Maar hier zie je 10 jaar leeftijdsverschil. Maar wat het leuke is met het onderzoeken naar wat... overigens, zij heeft hier een vlieger
zo'n borststuk waar gouddraad in verwerkt is. En zij heeft hier ook nog een zo'n pomander hangen. Dat is een reukbal die allerlei fijne luchten verspreidt. Nou, we hebben dus, zij was in veel slechtere staat dan hij, dus dan wordt er gekeken naar andere portretten die Hals heeft geschilderd van vrouwen. En dan komen we erachter dat die rok die we zien van Aletta, dat die een beetje vaag geworden is. En dat die meer die kleur moet hebben. En dan is natuurlijk de vraag van wat gaan we dan doen? Gaan we die kleur terugbrengen of laten we het zoals dat het is? En dat laatste is dus gebeurd. Het is dus niet teruggebracht, maar er is wel een reconstructie gemaakt van een van de restauratoren. Want elk jaar zijn er zo'n beetje twee stagiaires, om het maar zo te noemen. Dus er is ook al een heel regiment aan restauratoren opgeleid in het Mauritshuis. En dit is een van die assistenten, stagiaires geweest. En die kleuren die moeten er dus zo hebben uitgezien. En dat komt omdat er blauw pigment smalt is gebruikt en rode lak. En dat degradeert heel snel, dus dat vervaagt heel snel. Dus je ziet dat dit dus de oorspronkelijke kleur moet zijn geweest. Maar ik vind dat dan toch wel aan de ene kant jammer dat die dan niet is teruggebracht. Nou, de kwestie die lang heeft gespeeld, want voor restauratie zie je dat ze allebei een wapenschild daarop hadden zitten. En daar is al heel snel, nou ja, in de jaren, in de 20e eeuw is daar ook al wel over gedacht, in 1910, van ja, zijn die wapenschilden wel echt, ja of nee? Nou weten we dat Hals vaker van dat soort wapenschildjes schilderde, maar dan aan de binnenkant van de mensen en niet aan de buitenkant zoals dat je hier ziet. En dit lijken ook een beetje plakplaatjes, alsof ze er gewoon opgeplakt zijn. En dat is iets waarvan we zeggen van, nou ja, dat is toch niet goed. En dan blijkt ook nog eens een keertje deze, ik heb ook even de wapens dichterbij gehaald, dat blauw, dat blijkt dan weer dat Pruisisch blauw te zijn, waarvan we dus weten dat dat nooit in de tijd van de 17e eeuw gebruikt werd. Nou, hier zie je trouwens ook Olikan en in Den Vogels Struis. Dat was een van de brouwerijen die Jacob Olikan ook in de familie had. En dit is natuurlijk Hanemans. En die zijn er dus later opgebracht om een soort van, nou ja, in gedachten te houden wie dit dan zouden zijn. Zodat je niet zou vergeten wie dit zouden zijn. Die wapens die zijn dus nu weggeschilderd. Die zijn overschilderd. En als je er langs kijkt, en je staat voor de schilderij, je kijkt er langs, dan kun je nog wel, met name bij hem is het nog wel te zien. Maar dat is dus ook, hè, zoals dat Frans Hals het bedoeld had, want die had nooit die wapenschilden daar gemaakt. Als hij dat had gedaan, zou hij dat hier hebben gedaan, maar dat heeft hij niet gedaan. Dus we hebben ze weer gerestaureerd naar de staat zoals dat ze moesten zijn, maar ook weer reversibel. Dus deze groene verf die er overheen is aangebracht, die kan weer zo weggehaald worden als een latere generatie zegt van ja, maar ik vond die wapenschilden toch wel heel erg leuk. Nou, tot slot mijn favoriet. Dit vind ik echt zo waanzinnig gaaf. We hebben een schilderij, een paneel. Verder van Abraham Govers, helemaal niet zo'n bekende, beroemde schilder. Antwerpse schilder. Maar wat interessant is, is dat we dit schilderij dus hebben onderzocht. En dan komen we tot de conclusie dat het is een paneel. Dat het dus zo uit een boom gezaagd is. Dat heeft dus zo gezeten in een boomstam. En zoals ik al zei aan het begin, dat komt uit de Baltische Staten. Dus ergens Estland, Letland, Litouwen, daar, die hoek, daar kwamen die bomen vandaan waar die panelen uit werden gezaagd. Nou, en wat blijkt nou? Wij hebben een ander schilderij in de collectie. Dat is dit werk van Jan Breugel. En wanneer we dat onder de apparatuur leggen, komt eruit dat hij ook uit zo'n plank gezaagd is. En dit vind ik het meest gave. Ze hebben dus naast elkaar gezeten. Er zijn 5 miljoen, zo weet ik veel, meer schilderijen gemaakt. Hoe groot is nou de kans, die zijn over de hele wereld verspreid ondertussen. Hoe groot is nou de kans dat je in één museum 2 schilderijen hebt die uit één boom zijn gezaagd en die gewoon, als je die boom dichtklapt, tegen elkaar hebben gezeten. Nou, dat is toch fantastisch en dat vind ik gaaf. Dat is zoiets wat die restauratoren dus allemaal ontdekken. En dat geeft ons natuurlijk als kunsthistorici en als rondleiders dit soort geweldige verhalen.
halen. Want natuurlijk is het leuk om te vertellen wat erop staat. Maar dit is natuurlijk helemaal, dit is een soort van geheim van de smid wat hier te zien is. Dus daar wilde ik mee besluiten. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En nou ja, tot een volgende mini-lezing.